Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Goedendag dames en heren, welkom bij Tennis Plaza. We zijn bij de 47e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. We kijken en praten deze hele week over het toptennis dat hier in Ahoy wordt gespeeld. We zijn er deze woensdag met de beste dubbelspeler die Nederland heeft, Jean-Julien Royer. Ik mag geloof ik vanaf nu gewoon Jules zeggen. Ja, Jules. Zo kennen we je het beste. En Christy Bogert, oud tennister en tegenwoordig commentator en presentatrice. Jean-Julien, Jules, is het winnen van het dubbeltoernooi dit jaar, hier in Ahoy, het enige wat voor jou telt? Het enige telt. Het is wel een grote doel natuurlijk. We hebben maar 2 toernooien hier in Nederland die we hebben. En natuurlijk wil je goed thuis presteren. Voor het publiek, maar voor jezelf. Je wil natuurlijk altijd het beste presteren in je eigen toernooien. Dit is zeker een doel van het jaar. We hebben eergisteren onze eerste wedstrijd gewonnen. Morgen spelen we onze tweede wedstrijd tegen een hele moeilijke wedstrijd hebben we tegen Shapovalov en Bopanna. Maar het is zeker een doel om hier goed te presteren. Ja, ik leg het nog heel even kort uit. Je bent Nederlander, maar geboren getogen in Curaçao. Naar Miami verhuisd, ook nog wel een huis hier in Nederland. Maar vandaar dat mensen misschien denken, hey, wat praat hij op een aparte manier Nederlands? Ja, omdat het Nederlands niet helemaal je natuurlijke taal is. Nee, hè? Zeker niet. Vanaf toen ik 12 was, ben ik naar Amerika gaan om te wonen, om te tennissen. En vanaf toen dat ik het niet meer heb geoefend, tot misschien een paar jaar geleden weer dat ik voor Nederland uitkom. Met de Davis Cup natuurlijk, maar hier in Nederland spreekt iedereen ook Engels. Dus zelfs als ik met het Davis Cup team zit, dan praat iedereen Engels met mij. Dus nou, dan, het gaat je goed af hoor. Prima te verstaan. Ik versta alles. Dus, soms gebruik ik wel een paar Engelse woorden daar. Maar die ondertitelen we dan, geen probleem. We gaan kijken naar dag 3 van het tennis in Ahoy. Altijd weer heerlijke beelden om naar te kijken. Christy, eerst nog even ook naar beeld van gisteren. Dat hebben we ook in Tennis Plaza laten zien. Dat is deze slag van de jonge Canadees Félix Auger-Aliassime. Spreekt dat goed uit eigenlijk? Ja, zeker, okay. Zeker. Wat is dit voor slag? Ja, ondefinieerbaar. Gevoel, talent. In een split second kijk je, hoe krijg ik hem terug? Maar je kan hem niet. Er is geen naam voor in ieder geval. Er is geen naam voor. Nee. Snapte jij wat hij nou precies deed? Nee, het is natuurlijk een beetje geluk ook, denk ik. Maar ja, ik heb ook vorige week tegen hem gedubbeld, hem en Shapovalov. Hij heeft heel snelle reacties, hij is heel snel op de baan natuurlijk. Maar zoals Christy zei, het is een combinatie van gevoel, talent en een beetje geluk. Ja, maar, het beeld dat de wereld overgaat op dit moment. Zeker, en niet onterecht. Ja. Even terug naar gisteravond. Toen zagen we Stefanos Tsitsipas voor het eerst in actie komen hier in Ahoy. En ik dacht even, Christy, het zal toch niet weer dat hij er in de eerste ronde, want die eerste set was echt moeizaam tegen die Pool, Hurkacz. Ja. Ik denk, dit gaat weer mis met hem. Ja, dat, naast het feit dat hij eerste set verloor, ook nog natuurlijk last van zijn schouder gekregen. Had echt wel pijn. Ik had wel bedacht dat Hurkacz het lastig kon maken. Hij heeft een paar keer tegenspeeld, een paar keer ook al 3 setters. Ze veerde goed, maar ik weet ook van Hurkacz dat hij soms, als het er echt op aankomt, dat hij echt ook wel fouten kan maken. Hij is nog relatief jong. Maar Tsitsipas, we wachten heel veel van hem. Derde deelname en had tot nu toe nog geen ronde hier gewonnen. Dus precies. Ik denk dat dat stiekem ook nog wel een beetje in zijn hoofd mee heeft gespeeld. En die derde set heeft hij uiteindelijk alles recht gezet. Ja, was het overtuigend. Het was set een 2-0 achter en daarna heeft hij nog maar 2 games verloren. Dus uiteindelijk ging het natuurlijk, hij ging wel steeds beter spelen. En je zag dat vertrouwen bij Hurkacz, dat stortte helemaal in. Ja. Maar jij hebt deze week al van Tsitsipas gewonnen. Ja, misschien, ik dacht dat zijn vertrouwen misschien een beetje kwijt was na de dubbel. Heb je hem helemaal zoek geslagen? We hebben een goede potje tegen hem gespeeld. Ik heb wel gezien in zijn enkel wedstrijd gisteren dat hij misschien een beetje last had van zijn schouder. Mm-hmm. Heb ik niet gemerkt in de dubbelwedstrijd, maar ik denk ook dat het een beetje heeft te maken met die Hurkacz. Hij is wel jong nog en soms, als er belangrijke momenten komt, dan wordt hij een beetje nerveus, vind ik, en maakt een paar extra foutjes. En
Tsitsipas begon ook steeds beter te spelen. Ja. Dus ja. Waar merk jij in zo'n dubbel tegen Tsitsipas aan dat hij toch een mindere dubbelaar is dan een enkelspeler? Ja, het is moeilijk om te zeggen. Ik zal nooit zeggen van zo'n speler dat hij een mindere dubbelaar is. Want misschien weet hij niet zoveel van de positie op de baan waar hij moet staan en waarom hij ergens een bal naartoe moet spelen. Maar die jongens kunnen natuurlijk, als het niet lukt op de baan, dan gaan ze gewoon steeds beter serveren of beter retourneren, want dat kunnen ze heel goed. Dus misschien qua tactisch zie je een paar dingen. Dat ze, ja, waar ze op de baan staan en maar het is ook wel ervaring, denk ik. Ervaring ook wel belangrijk. Hij is natuurlijk nog relatief jong. Wij zijn volgens mij in Nederland, en jij denk ook al in Amerika, opgegroeid met heel veel dubbelspelen. En dat is natuurlijk, dat is niet in alle landen. Nee. Vaak is het alleen maar single. En dan later komt die dubbel er een beetje bij. Na Tsitsipas gisteravond kwam een Nederlander in actie. Talon Griekspoor tegen een Serviër, Krajinovic. Ja, dat was eigenlijk een kansloze missie, hè, voor die jonge Nederlander. Ja, je hoopt dat hij natuurlijk weer kan stunten. Want dat heeft hij 2 jaar gedaan. Hij heeft natuurlijk van Wawrinka gewonnen. Hij heeft van Kasjanov gewonnen hier. Misschien omdat dat hele grote namen zijn dat hij nog meer als underdog de baan op ging. Voor het grote publiek is Krajinovic misschien niet een absolute wereldtopper. Maar is wel een hele goede speler. Iemand die best wel heel constant presteert. En je weet ervoor dat je niet veel cadeau gaat krijgen van hem. En dan moet je goed starten. Hij kwam meteen een break achter. Kans nog bij 5-4 om misschien toch nog weer terug te breken. Dat lukt dan niet. En dan zag je eigenlijk aan het begin van de tweede het vertrouwen weglopen. Ik vroeg het ook nog na de wedstrijd aan hem. En ja, hij gaf wel aan. Op een gegeven moment voel je gewoon, dan is je wedstrijd weg. Ja. Is gewoon kwijt. Ja, jij kent Griekspoor natuurlijk goed, ook vanuit de Davis Cup. Waar ligt het plafond van die jongen? Wat kunnen we nog van hem verwachten? Hij kan heel goed spelen. Hij heeft nu laatst in Madrid een heel goede wedstrijd gepresteerd tegen Andy Murray. En we hebben gewoon heel grote of hoge verwachtingen voor Talon. Hij kan heel goed spelen. Hij is snel. Hij heeft een goede service. Hij retourneert goed. Dus ik denk, het ligt natuurlijk aan een paar kleine dingen. Maar hij kan... voor mij kan hij zeker de top 50 halen. Ja. En ik weet niet precies wat zijn doelen zijn, maar ik denk wel dat hij het kan halen. Wie maakt, we moeten nog ook op deze woensdag wat toppers in actie gaan zien hoor, maar wie maakt op jou nu de beste indruk na de eerste paar dagen? We hebben natuurlijk nog niet iedereen in actie. Er zijn natuurlijk vandaag ook nog wat eerste rondes. Maar je hebt natuurlijk een verwachtingspatroon is hoog voor Tsitsipas. Dan moet ik wel zeggen dat hij zal beter moeten spelen dan gisteren. Gaan we een gevestigde naam zien uiteindelijk? Ik denk het wel. Bij dit toernooi. Maar ik ben wel benieuwd hoe de eerste rondes vaak gaan. Je zit ook soms met de resultaten van de week ervoor. Bijvoorbeeld Monfils natuurlijk. Die heeft het toernooi gewonnen. Dan moet je altijd weer de week daarna ook weer natuurlijk in actie gaan komen. Kan hij dat handhaven? Is titelverdediger. Ja. Daar wordt natuurlijk ook veel van verwacht. Heel stiekem hoop ik dat Tsitsipas wel... Dat hoop jij op. Ja, behouden blijft voor het toernooi. Ja. Nou goed, één van de favorieten, die gaan we vanavond nog in actie zien. De als eerste geplaatste Rus, Daniel Medvedev. We gaan hem vanavond op het centercourt zien. Als er één speler goed heeft kunnen wennen aan het nieuwe centercourt in Ahoy, is het Daniel Medvedev wel. Hij is als eerste geplaatst en was ook als eerste in Rotterdam, al sinds vorige week donderdag. I had something to do in Moscow on Wednesday and it was... really stupid to come back to Monaco for one day and then to fly like Friday or Saturday here. So that's why I came early to prepare for the tournament. En Medvedev is gebrand op een goed resultaat, zoals hij eigenlijk altijd goed is in Ahoy. Vorig jaar verloor hij in de halffinale net aan van de latere winnaar Gaël Monfils. Het was de voorbode van een geweldig laatste half jaar. Geen speler was in de tweede seizoenshelft beter dan Medvedev. Hij won 2 Masters en haalde de finale van de US Open, waarin Rafael Nadal na 5 lange sets net te sterk was. Misschien lukt het dit jaar wel om een Grand Slam te winnen. Al is Medvedev nog niet de uitgesproken favoriet. But if you ask my opinion, I will say Rafa on Roland Garros, just because if he doesn't win it, it's big sensation, which I hope will happen. And same for Wimbledon and US Open. For me, Novak is the favorite. I need to always try to improve myself, try to find the better of me. So I'm just gonna try to do my best and hopefully I can do something. In Rotterdam is hij wel de te kloppen man. Woensdagavond speelt hij tegen Vasek Pospisil, die zondag nog in de finale stond van Montpellier. Medvedev heeft zich dus beter kunnen voorbereiden in Rotterdam, de stad waar hij zo graag komt.
I like the way the city is located in a way, because I don't like when the city is too much about areas. I like this city because it's really energetic one, so I feel a lot of energy being here. People are, not slow like in some other countries or cities, and I like it. And I like the tournament first of all also. Medvedev verkeert in goed gezelschap, want zijn vrouw Daria is mee naar Rotterdam. Het is namelijk ook buiten de baan een bijzondere week voor de familie Medvedev, met Valentijnsdag en de verjaardag van Daniil. Yeah, she's here, and regarding my birthday, it's actually always in Rotterdam for a third year in a row. So it's a little bit tough because you cannot do anything. You have to play the match the next day usually. So I'm just gonna, maybe have a small birthday cake and just go to sleep. De taart heeft hij inmiddels gehad, en misschien valt er nog wel meer te vieren deze week. Daniil Medvedev, een zeer groot tennistalent uit Rusland. Hij is dus 24 jaar geworden, dus ook namens ons de felicitaties. Jules, maandag was hier Pierre Hugues Herbert bij ons te gast. En toen zei ik tegen hem dat hij een groot dubbelspecialist is. Hij heeft alle Grand Slams gewonnen, maar dat vond hij geen leuke opmerking van mij. Ja. Het leek alsof hij dat een belediging vond zelfs. Ja, ik hoop het niet. Hij is een hele goede dubbelspeler. Hij is natuurlijk, hij speelt nog single. Ja. Snap je dat? Dat hij denkt, ja, ik wil niet zo genoemd worden. Ik wil niet zo gezien worden. Nee, misschien. Ja, ik weet niet waarom niet. Maar ik weet wel dat hij nog beter wil worden met zijn singles. Soms speelt hij nu wat minder dubbels ook om zijn ranking wat hoger te krijgen in de enkelspel. Maar hij is gewoon een heel goede dubbelaar. Dus ja, als mensen hem zo zien, dan hij heeft alle Grand Slams gewonnen. Ik heb vaak tegen hem gespeeld. Hij is echt een van de top dubbelspelers. Dus, ja, maar hij wil dus blijkbaar inderdaad nog steeds wel die focus leggen op de enkel. Ja. Jij niet, hè? Jij hebt heel duidelijk de keuze gemaakt, jaren geleden al. Ik word dubbelspecialist. Ja, waarom heb je die keuze gemaakt? Ik heb veel jaren gesingeld ook. Het ging niet zoals ik had hoop, zeg je. Mijn hoogste ranking was 218 in de wereld, ranglijst, dus niet goed genoeg. En na een paar jaren ik was eigenlijk gestopt met tennissen. En toen heeft een vriend van mij me opgebeld en zei, hey, maar je speelt toch serve en volley en je bent heel snel en je hebt goede volleys en snel aan het net. Dus waarom proberen we niet te dubbelen? En zo ben ik begonnen, nu veel jaren geleden. En toen ik was begonnen ging het meteen veel beter en ik had betere resultaten. En ik voelde me ook wat meer natuurlijk op de baan met het dubbelspel. En voor mij was het echt duidelijk dat het niet lukte in singles en dat ik moest gaan dubbelen. Ja, en dus nu ook al jaren een gouden duo met die Roemenen, Horia Tecau. Wat is jullie doel nog? Wat hebben jullie nog op het wensenlijstje staan? Veel, maar jullie zijn niet de jongste. Nee, niet de jongste, maar ik wil nog veel dingen bereiken. Ik wil bijvoorbeeld dit jaar wil ik meedoen met de Olympische Spelen ook. Dat is heel erg belangrijk. Maar dat zal met een Nederlander moeten dan? Ja. Met wie? Met wie weet ik nog niet. Robin Haase? Met Haase of met Wesley. Of misschien willen zij samen spelen, dat weet ik ook niet. Maar mijn doel persoonlijk is om de top 10 te halen. En dan heb ik een keuze met wie ik wil spelen. Of dan weet ik zeker dat ik erin zit. Dus ik hoop het natuurlijk ook goed voor die andere jongens. Als zij het halen, dan prima. Geen probleem. Maar voor mij is dan het doel om in de top 10 te zitten. Dus ik wil dat proberen te bereiken. En dan mag ik kiezen met wie ik wil spelen. Dus, ja. Christy, wat onderscheidt een top dubbelspeler, wat Jules is, van een gemiddelde dubbelspeler? Het belangrijkste eruit pikken. Nou ja, het is positiespel. Is heel belangrijk. Je moet heel goed kunnen aanvoelen. Het eerste is de communicatie tussen twee. Moet heel goed zijn. Het is niet dat je met elke willekeurige partner natuurlijk een goed duo vormt. En soms kan dat zijn dat de een bijvoorbeeld even makkelijk zegt, die is wat rustiger. En de ander is wat agressief, wat aanvallen. Dan vul je elkaar aan. Maar het kan ook soms zijn dat je juist heel erg gewend bent. Of het prettig vindt dat je juist wel twee agressieve spelers hebt. Het is vaak de combinaties, daar begint het mee. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Dus je ziet heel vaak in het dubbel dat er afspraken gemaakt worden. Je ziet ze vaak achter de hand natuurlijk praten met elkaar. Je moet kunnen vertrouwen wat hij doet. En dan is reactievermogen is heel belangrijk. Het gaat een stuk sneller natuurlijk dan in de single. Dus dan heb je veel meer tijd om te reageren. En het is denk ik wel, maar dat weet jij denk ik beter, er is wel wat ontwikkeling geweest. Vroeger was het alleen maar service volley, dus kwam alleen maar naar voren. En nu zie je heel veel van de Spanjaarden en van de Zuid-Amerikanen. Die blijven op de baseline. Ook achter. Dus er is wel een soort ontwikkeling geweest wat
ja, wat ook wel weer een aanpassing, denk ik. Ja. En het gaat zo lekker snel. En zeker op deze baan nu in Ahoy. Die lijkt, heb ik althans de indruk, wat sneller ten opzichte van voorgaande jaren. De kleur is ook anders, hè? Ja. Grijze zijkant nu. Hebben jullie de indruk ook dat deze baan wat sneller ja, is? Ja, ik heb zeker het gevoel. Ik heb vanochtend op Center Court getraind. Ik denk wel dat het sneller is dan baan 1. Normaal proberen ze de baan dezelfde snelheid te krijgen. Maar ik denk dat Center Court dat het ietsjes lager stuitert en dat het een beetje sneller is, had ik het gevoel. Misschien ervaart iedereen dat anders. Maar nou ja, het maakt het alleen maar leuk om er naar te kijken. Nog wel één aanvullend, want hij heeft bijvoorbeeld ook, en dat is ideaal, het zijn twee dubbelaars. En je had net over Pierre Hubert, dat is natuurlijk ook een singelaar. En die moeten ook keuzes maken. Die moeten soms bijvoorbeeld juist weer trainen voor de single. En dat betekent dat die dubbelpartner weer met iemand anders moet gaan trainen. Dus als jij natuurlijk iemand kan vinden waar je fulltime mee kan dubbelen, dan kan je zo op elkaar inspelen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk detail is, wil je een succesvol duo vormen. Laten we zo door. We gaan eerst weer verder Ahoy in, want als tennisliefhebber is hier werkelijk van alles te doen. Bijvoorbeeld je racket meenemen en laten bespannen. Zelfs door de beste bespanner van Nederland, Edwin Gruijs. De magie van het bespannen is dat jij het voor elkaar krijgt om elke bespanning er precies in te krijgen zoals de speler het wil. En dat hij dan tevreden is en naar je toe komt van dit was een goede bespanning. En dat elke dag tijdens het toernooi weer. Als je kijkt bij iemand die bespant of het makkelijk is. Het snaartje rijgen, dat gaat, maar het moet allemaal precies en het moet snel en het moet recht. Alle snaren moeten precies recht en je moet precies weten wat je doet, welke klem je waar zet, hoe je het knoopje maakt. Ja, dat ziet er makkelijker uit dan dat het is. Een goede bespanning, die moet, als je een racket hebt, die moet op alle punten, alle snaren moeten dezelfde gewicht krijgen met wat de klant wil, wat de speler wil. En die zegt van nou, elke snaar in de lengte moet bijvoorbeeld 23 kilo. Dan moet ook elke snaar 23 kilo hebben. En de breedte snaar, meestal een kilootje lager, 22. En dat kunnen ze daarna opmeten met een metertje. En dan kan je precies zien of dat ook klopt. En als je bijvoorbeeld je klem eventjes slipt of je laat het te vroeg los. Ja, dan is die snaar minder, maar dat loopt dan over je hele bespanning. En dat is de kunde om dat steeds maar weer hetzelfde te blijven doen. En dat merken zij. Als er spelers zijn die echt vertrouwen in mij hebben en die hebben me nodig, kunnen ze me 's nachts bellen. Als je bijvoorbeeld een Nadal of Federer, die doen ongeveer 8 games, 7, 8, 9 games met een bespanning. En dan gaat die eruit en dan komt er een nieuwe snaar in. Dus als jij als recreant 2 jaar met je bespanning doet, ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. Waar geniet je eigenlijk van? Nou ja, dat je bezig bent met iets wat een profspeler, dat je denkt van hey, daar zie je Nadal en die speelt met mijn racket. En daardoor kan hij nu winnen. Zoals vorig jaar was ik dan in Madrid, was ik ook gevraagd en daar heb ik alle rackets van Kiki gedaan. Ja, en die heeft het toernooi gewonnen. Nou, dan heb je ook zoiets van hey, dat is toch mooi dat zij dat gedaan heeft. Zij heeft het gedaan, maar ik heb een beetje geholpen. Ja, zo hebben wij dus een van de beste tennisbespanners in de wereld hier te gast, uit Nederland dus. Gisteren ging het met Timo de Bakker hier ook al eventjes over. We hebben als tennissers nu even geen Nederlanden in de top 100. Hoe komt dat, volgens jou? Ja, nou, bij de heren dan, hè? Bij de heren, uiteraard. Ja. Ja, het is even wennen. We zijn zo gewend dat Robin Haasen natuurlijk standaard zo rond die top 50 staat, of hoger. Ja, hoe kan het? Het is...
Je hebt het met generaties te maken, denk ik. Ik hoop, we hebben het net natuurlijk over Tellen gehad. Hij zou ertoe in staat moeten zijn. En soms heb je ook een beetje positieve concurrentie van elkaar nodig. Dus hopelijk kan Robin nog weer wat ervaring doorgeven aan de jongens. Ja. En haken ze snel aan, want het is wel jammer. Ja, jij hebt daar misschien wel zicht op, hè? Robin Haase is de beste enkelspeler van Nederland. Jij bent de beste dubbelspeler van Nederland. Nou zijn wij niet een enorme tennisnatie. Maar komt er wat aan? Is er talent in aantocht? Ja, ik denk het wel. Het ligt ook voor mij, dat is niet mooi te zeggen, aan coaching natuurlijk. En doorzetvermogen van de jongens. Ik heb iedere keer het gevoel dat we het een beetje beter kunnen natuurlijk. Maar we hebben ook jonge spelers die heel goed kunnen tennissen. Heb je één naam die je zegt van nou, als we hier over een paar jaar weer met elkaar staan in Ahoy, dan... Ik denk dat Tellen het kan doen. Ik denk dat Botik het kan doen. Als je misschien nog ietsje jonger gaat, Jesper de Jong. Jesper ook. Hij deed met ons mee in Madrid natuurlijk en kan heel goed tennissen. Dus misschien ook een beetje geduld moeten we hebben. En ze breken wel, ze komen wel door. Jij zei het terecht inderdaad bij de mannen. Want bij de vrouwen hebben we natuurlijk Kiki Bertens. Op dit moment de nummer 8 van de wereld. Hoe kijk je naar haar ontwikkeling? Ja, fantastisch. Fantastisch hoe ze dat gedaan heeft natuurlijk. Eigenlijk ook, geduld is belangrijk. Want ook bij Kiki, dat is natuurlijk pas de laatste jaren. Het is ook niet toen ze 2021 was dat ze daar natuurlijk al stond. En wat ik met name heel knap vind, het is toen ze dat jaar van de doorbraak had, het jaar daarna is eigenlijk het knapst. Want dan moet je eigenlijk nog een keer presteren om in ieder geval hetzelfde te blijven staan. Dus als je dat niet doet, dan kukkel je weer naar beneden. En dan krijg je weer te maken met dat het zo'n eendagsvliegen en dat soort grappen. Maar dat heeft ze echt bewezen. Dat ze is gewoon steady top 10. En heeft ze de mentale knap. Kwesties met zichzelf wat meer onder controle nu? Wel. Terwijl natuurlijk vorige week met Fed Cup was dat heel moeilijk. Ik denk dat ook een beetje is gekomen door de hele aanloop ernaartoe. Gaat ze wel spelen, niet spelen, moeilijke keuze. Olympische Spelen kwam erbij. Dus ik denk dat het heel beladen is geworden, waardoor dat een beetje terug is gekomen. Maar ik heb wel het idee dat ze dat veel meer onder controle heeft. Ze gaat naar de Spelen. Ja, en als iemand weet hoe het is om een medaille te winnen op de Olympische Spelen, dan is het Christy Bogert. Ja, Sjoerd, het is een mooi doel. Ja. Het is een mooi doel. Het is prachtig. Ja. We gaan kijken naar het tennis van vandaag. Vandaag, dag 3 in Ahoy. Een mooi affiche in de eerste ronde. Deze serverende Belg, David Goffin, de nummer 10 van de wereld, tegenover Robin Haase. Inmiddels afgegleden naar plek 167 van de wereldranglijst. Maar Goffin, normaal gesproken zo vast vanaf de baseline, maakt veel onnodige fouten. Dit was alweer zijn 13e onnodige fout in de eerste set. En daardoor dus breakpoint voor Robin Haase. En dit is fout nummer 14. Je ziet bijna nooit emotie bij Goffin, maar nu dus wel. Het draait niet bij de man die vorige week nog de halve finale haalde van het toernooi in Montpellier. De tweede set gaat door middel van een tiebreak naar Goffin. En in de derde set zijn er af en toe wel kansen voor Robin Haase, zoals hier op de tweede service van Goffin. Maar Haase is net niet goed genoeg. De Belg komt wat beter in de wedstrijd, maakt minder fouten. Zelfvertrouwen op de tweede service naar voren op matchpoint en dan is het raak. Haase mag met opgeheven hoofd Ahoy verlaten, maar uiteindelijk gaat David Goffin door naar de tweede ronde. Alleen maar toptennis deze week in Ahoy met die mondiale topspelers. Christy, wie van die deelnemers die wij in deze editie hier in Rotterdam zien, hè, denk jij is de eerste die een Grand Slam kan gaan winnen? Tsitsipas. Dan toch. Ogier Aliassim is ook wel een hele grote kans. Maar die is echt die, nog die echt is jong. Echt nog jong. Ja. Maar als je weer één generatie daar naartoe gaat, dan denk ik dat die Ogier Aliassim... Dus niet één van die Russen? Medvedev heeft natuurlijk finale gespeeld, US Open. Nee, ik zou toch eerder op die andere inzetten. En Jules, wat denk jij? We hebben de grote 3. Federer, Nadal, Djokovic. Ja. Welke speler gaat nou dadelijk echt de geschiedenisboeken in met de meeste aantal Grand Slam overwinningen? Met de meeste? Okay, Federer nu 20, Nadal 19, Djokovic 17. Ik hoop dat Nadal het haalt, want ik ben een grote Nadal-fan. Ik denk dat het belangrijk is, want er zijn zoveel goede lessen dat je van hem kan leren. Hoe hij zichzelf voorbereid om een wedstrijd te spelen, maar ook zijn trainingen. Hij is zo serieus met zijn tennis. Hoe hij ieder punt speelt zoals het de laatste punt is. Dus ik hoop dat het Nadal is, want we kunnen veel van hem nog leren.
Ik denk dat Djokovic het gaat halen. Uiteindelijk. Ja, ik denk dat hij als alle drie topfit zijn, vind ik dat Novak het hoogste niveau heeft. Ja. En, ja. Hoe komt het, Christy, dat de generatie van nu, veel al hier ook hier aanwezig, deze grote drie nog maar niet van de troon kan stoten? Ik denk dat dat alles zegt over die grote drie. Ik denk dat het exceptioneel is hoe goed zij zijn en dan ook nog eens een keer in hetzelfde tijdperk. En dat is echt, dat is bizar. Dat je soms één of twee aan elkaar gewaagd hebt, dat zie je vaak, zo'n rivaliteit, maar dat er drie zijn. Als je bedenkt, je noemt de aantallen, het is natuurlijk ongelooflijk dat dit, dat dit in zo'n tijd dat kan. Iedere keer ze blijven ons verbazen. En ik ben het wel eens met Jules. Ik denk dat de meeste kans is dat Djokovic ermee aan de haal gaat. Puur omdat hij op alle ondergronden natuurlijk goed uit de voeten kan. Nadal bewijst dat ook. Maar heeft toch net even wat meer moeite. Maar ik snap de afweging wel wat hij zal ongetwijfeld straks in Parijs op Roland Garros voor zijn 20e gaan. Ja. Hè? Als het gaat om het aantal Grand Slam titels. We zijn er alweer doorheen. Jean-Julien Royer, wel bedankt. Ja. Succes in de dubbel morgen in de tweede ronde. Christy Bogert, we zien jou weer bij Ziggo Sport en tal van andere televisiestations. Met je commentaar en presentatiewerk. Tot zover deze Tennis Plaza. We zijn er morgen opnieuw. Bedankt voor het kijken. Goeiedag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.